versbrood met pure liefde gemaakt. Met deze slogan heeft Fernandes Bakkerij afgelopen zaterdag het kerstfeest ingeluid. Het inluiden ging ook gepaard met een 7,5 meter lange kersbrood gebakken door de warme bakker van Fernandes. Kerst zonder kersbrood is geen complete kerst, zegt Brian van Leeuwarden, senior commercial manager. De reden waarom het bedrijf in oktober is begonnen met het bakken van kerstbrood is omdat de klanten ernaar hebben gevraagd. En wij luisteren graag naar feedback van onze klanten, zegt van Leeuwarden. Vroeger begonnen we later in het jaar met de productie van kerstbrood. De mensen vinden het lekker en er is ons echt heel intensief door veel mensen gevraagd om eerder te beginnen met productie. En zo zijn we al een paar jaar dat we rond eind oktober beginnen met het lanceren van ons kerstbrood. En natuurlijk ook voor Fernandes is het lastig in slechte economische tijden te opereren. En we zijn ons bewust van het feit dat onze consumenten, onze klanten, bedoel ik, dat het lastiger voor ze is. Dus we kunnen een leuk bericht hierbij ook lanceren. En dat is dat de prijs van onze broden exact hetzelfde is als vorig jaar. Dus we hebben de prijzen niet verhoogd. Dus zo'n 600 gram kersbrood kunt u al voor 25 SRD kopen bij onze warme bakkers. Van Leeuwarden zegt verder dat er vanaf de vorige week is gestart met het leveren van kerstbrood aan de lokale winkels. Zij die er nog aan twijfelden als het de moeite waard is, konden zaterdag proeven van het reuze kerstbrood. Nou, vorig jaar was men heel tevreden over de verkoop. Er is geluisterd naar eventuele klachten. U mag het zelf proeven, zou ik zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom we deze lancering hebben. Van het 7,5 meter kerstbrood en nog wat extra's mag iedereen gewoon komen proeven, gratis proeven. En wij zijn ervan overtuigd dat we een erg lekker kerstbrood hebben, ook dit jaar weer. We luisteren naar eventuele klachten. We hebben wel, precies wat u zegt, we hebben wel eens wat gehoord over droog of wat dan ook. Dat passen we meteen aan dan. Niet pas het jaar erop, maar dan de volgende productierun wordt dat ook meteen aangepast. En wat we nu weten is dat hij de juiste zoetheid heeft. Dat hij niet te droog is of te vochtig. En dat zijn de geluiden die we op dit moment horen van het publiek. Brian van Leeuwarden, senior commercial manager bij Fernandes Bakkerij. Hij sprak afgelopen zaterdag over de introductie van het Fernandes kerstbrood. Ze reden dat door klanten te laten proeven van een 7,5 meter lange kerstbrood.